De roelvinkjes zeggen tijdelijk tabé tegen al hun luxe. Het leven wordt anders na vandaag, schat. Dit moet hem zijn, jongens. Die hele wanden zijn groen, kijk dan. Oh, er staat helemaal niks. Papa gaat het echt wat zwaars krijgen. Ja, denk jij, voor je hele huis in te richten wat je krijgt. 10.000 euro. Het is een klein beetje afzien, maar wel voor een goed doel. Stichting Kinderen van de Voedselbank. Wij gaan bedrijven benaderen en dan komt er echt wel iets op gang, hoor. Heel veel succes komende maand. Het zal wel afzien worden, hoor. Jullie hebben je er echt aan gehouden? Nee, want je gaat stelen. Dat is gewoon... Ja. Nou, dat ken je. Ja, dat... Van een leven met een gouden rand naar de bijstand. Dit wordt een maand die de rolvinkjes niet snel zullen vergeten. Nu gaan we de PC voor een maandje gedag zeggen. En ja, dat doet aan de ene kant pijn. Aan de andere kant voel ik iets moois aan kan. Ja, ik heb even geen cent te makken. Sta hier met lege zakken. Maar ik ben tevreden met mijn leven. Nee, ik heb even geen cent te makken. Toch maar een biertje pakken, want de vrienden zijn me niet vergeten. De PC Hoofdstraat in Hartje Amsterdam. Chiquer dan dit wordt het niet. De duurste merken op aarde zo dichtbij dat je designerhakken niet eens slijt. Iedereen heeft een bekend gezicht. Al is het alleen maar omdat je weet wie eraan heeft gesleuteld. Kortom, alles en iedereen ademt hier geld. Maar het is ook de straat waar de roelvinkjes wonen. Niet riant, maar wel charmant en vooral brandschoon. Want Honoria tolereert geen enkele vorm van viezigheid. Morgen, Dries. Goedemorgen, zeg. Morgen. Net Winnie toe hier in die wigwam. Jongen, 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 jongen. Maar geen muggen. Ja, jij met je muggen, man. Hoe wil je het hebben? Zo. Rustig aan, hè. Maar de droger doet het niet meer. Die stuk. Dan kopen we een andere droger. Ja, dat gaat even niet, hè, voorlopig. Want we gaan verhuizen. Oh. Zullen we in godsnaam terechtkomen? Ja. Welke buurt? Nu gaat het echt gebeuren. En nu wordt het echt schakelen. En daar ben ik niet sterk in, eigenlijk. Maar ik ga er wel voor. Maar het leven wordt anders na vandaag, schat. Jongens hebben er geen last van en ik ook niet. Dus ik denk dat jij de enige bent. Dat denkt Dave. Denk ik ook. Pa kan dat niet. Nee. De hele familie denkt dus dat pa Dries het zwaar gaat krijgen. Maar Dave moet ook zijn luizenleventje in het altijd pittoreske Landsmeer opgeven. Laatste potje PlayStation natuurlijk. Heb ik ook niet, hè? Kan ik nog iets voor je maken? Eitje lekker? Ja, als je toevallig toch die pan in je handen hebt, dan kun je best maar een eitje maken, ja. Ik denk dat ik na 2 weken wel helemaal gek geworden. Maar ik ga wel echt mijn best doen om me echt in te leven in het bijstandsleven. En ook daadwerkelijk echt te gaan halen met het budget dat we hebben. Het koken wordt ook een probleem, hè? Nou, je vader kan goed koken, toch? Ja, oké, okay, maar als hij niet thuis is... Honoria kan ook niet koken. Nee. Maar Honoria kan wel schoonmaken. Ja, dat wordt ook haar taak. Ik denk dat ik het op zich nog wel goed ga trekken. Maar mijn vader en zo, ja, het wordt oorlog thuis. Ik vind het wel leuk dat ze weer bij me komen wonen, eigenlijk. Dat vind ik Jij vindt het leuk? Ja, natuurlijk. Heb ik die grote puinbak mee, want die gooi je overal. De enige die netjes is Donnie en jij. Nou, die Dave, die gooit zijn kleren al neer waar die loopt, dus... En wat zie ik ze nou gemiddeld nog nu? 1 keer in de week, hooguit. 1 keer in de week, 2 keer in de week. Ja. Houd het op. Kijk eens, schat. Dank je. Hij heeft vitamintjes. Is ook altijd duur, hè? Dave houdt wel van luxe dingen in zijn leven. Auto's, motor, sigaretten, drank, uit eten. Ik denk dat hij het zelf niet zo inziet dat het allemaal luxe is. Maar daar houdt hij zeker van. Het is onmisbaar. Je weet hoeveel waarde ik hecht aan mijn eigen bed, hè? Ja, ja, daar maak je heel wat uurtjes in af en toe. Ik ben benieuwd of je dat ook in dat andere bed kan. Maar ja, dan weet je weer als je terugkomt wat je hebt. Ik moet nog even... Acclimatiseren. Ik moet nog omschakelen. Oh. Dit is de omschakeldag. Ik blijf eigenlijk zo lang mogelijk... Oh, oh. In het oude ritme. Dries, hoe kan je dat nou weer doen, man? Omdat jij me het lachen maakt. Ja, dat is waar. Donnie pakt nog even snel een sessie in de sportschool, want eenmaal in de bijstand kan hij dat niet meer betalen. Hey, een maand in de bijstand, grap. Hoe gaan we het vinden? Ja, hij gaat van heel makkelijk naar heel lastig gaan in 1 keer. Dus dat wordt lastig. Vind ik een mooie uitspraak. Jij sport veel, en dat wordt natuurlijk al lastig, maar laat staan je supplementen en zo. Dat kost natuurlijk ook een godsvermogen, dat gaat echt niet. Creatine, BCA, ik allemaal vitaminepilletjes nog en zo. Daar ben je ook wel een paar honderd aan kwijt, dus dat is ook iets wat ik helemaal niet kan gaan gebruiken. Dure hobby heb ik, hoor, sporten. De
beroemde body van Dries kost ook een paar centen. Maar in ruil voor een strak spiegelbeeld leeft hij graag een gedisciplineerd leven. 'S Morgens als ik opsta heb ik ook mijn vaste rituelen. En dat is, meestal de laatste tijd scheer ik me dan om de dag. Dat is al heel wat. Normaal was het altijd elke dag. En dan heb ik dus mijn dagcreme, mijn body milk. Schat, kun jij mijn rug even insmeren? Als ik in de zon geweest ben, dan hebben we de after sun. Ja, kijk hem. Hij is toch ook niet goed? Kijk maar een beetje. Als je maar cirkels maakt. Als je maar cirkels maakt. Nou ja, dan ga ik eens kijken welke spullen ga ik in trainen. Zo, klaar, Rolfink. Papa die is echt zo luxe. Die gaat gewoon serieus met de taxi naar de sportschool heen en weer als de regels zijn. En dan zien de jongens met de sportschool. Dries, kom jij met een taxi naar de sportschool? En denk, ach ja, dat tientje, denk ik dan. Bye. Honoria heeft zo haar eigen workoutschema. Ik doe hier in huis alles. Dus ik was, ik strijk en ik poets. Maar ik word daar ook heel blij van op een of andere manier. In mijn hoofd geeft het me ook rust. Mijn Duitse vriendin zet ik op en dan ga ik ervoor. En dan ben ik gewoon aan het poetsen. Ja, ik heb smetvrees. Atemloos door die nacht. Spuur wat leven met ons maakt. Kom ik boven en dan hoor ik die Duitse muziek al en dan denk ik, oké, ze hebt de schoonmaakwoede weer. Neem ik heel snel een douche en dan ren ik weg naar het Apollo Hotel, bestel ik een glas champagne. En dan denk ik, ik wacht rustig hier tot het hele huis schoon. Jij bent echt erg. Dries is absoluut een Bourgondier. En zo eentje van het type, geld rolt vanzelf, want ik heb nu eenmaal een gat in mijn hand. Ik denk dat Dries gewoon helemaal niet weet wat hij op zijn bankrekening heeft staan. Dat is ook maar goed ook. Want als hij dat wel zou weten, dan zouden we denk ik iedere dag 2 keer uit eten gaan. Dus vandaar dat ik het geld ook beheer hier in deze familie. Ook voor Dave trouwens hoor. Slobberwijn, die nemen we niet. Dries is slecht met geld, ja. Hallo, goedemorgen. Hij krijgt wel iedere zaterdag de pinpas om boodschappen te doen bij zijn vaste adresjes in Amsterdam-Zuid voor zijn wekelijkse luxe lunch. Ik kom hier al jaren elke zaterdagmorgen dan. Vast ramin, ik wijk niet af. Hè. En dan koop ik daar allerlei vleeswaren. Maar ja, op dinsdag of woensdag dan zeggen zij, nou, wat hebben we er eigenlijk weinig van gegeten? En dan gaat het soms zo de vuilnisbak in. Ik zou eigenlijk hier binnen kunnen komen en niets zeggen. Dan denk ik dat ik zo mijn tasje meekrijg. Ik heb dan zoiets als ik bij die slager kom en ik zou opeens de helft kopen. Dat ze dan denken daarvan, Dries gaat het niet goed of zo. Kijk weer. Ja, Dries voelt zich de koning in zijn pc. Nou ja, ik heb gewoon mazzel gehad. Ik heb alleen lagere school gehad. Ik ben met veel geluk in de voetballerij terechtgekomen. En vanuit de voetballerij werd ik eigenlijk door mijn moeder dan zanger. Dus ik heb gewoon geluk gehad. Want anders had ik, wat had ik nu geweest? Hooguit misschien barkeeper ergens. Dat ligt me wel. Maar voor de rest kan ik niks. Oude schooier. Oh yeah. Ja, ik kom. Daar zijn ze. Kan ik voor jou wat lenen? Dat pik. Dat is lekker. Oh ja, met jou. Lekker. Is het betaald parkeer hier? Ja, kun je nog betalen of niet? Alles goed? Ja, alles goed, schat. Ga even lekker zitten. Ja. Betekent we doen nog iets te eten voor jullie? Mijn paard ziet er weer goed uit, hè? Je hebt een rondje wel gedaan. Hebben jullie er zin in? Sneetje brood, schat. Ja, ik heb er wel zin in. En jij? Hij gaat helemaal binnen na 2 dagen. Dit soort maaltijden zitten er niet meer in, hè? Nee, we hebben een... Geef maar een jouwe. Het adres? Ik weet niet, we mochten nog niet kijken wat erin zat. Hardop, hè? Beste familie Roelvink, vandaag bezoeken jullie voor het eerst het huis waar jullie de komende maand gaan wonen. Hier zijn de sleutels van de Andromedastraat in Amsterdam. Veel plezier bij het bezoeken van jullie tijdelijke onderkomen. Tik jij het eens even in? Kijk zelf eens even. Ik kan niet eens, dan moet ik wel even leren uitspreken nog. We gaan naar Tuindorp. Yes! Haha, dan ben ik helemaal thuis, jongen. Ik hoor je volgende week, vriend. Ja. Ik ben tevreden. Ik hoor je volgende week. Ik ben tevreden met de dingen in mijn leven. Hij wel. Tuindorp Oostzaan is een wijk in Amsterdam-Noord met een gemiddeld inkomen dat net iets lager ligt dan in de PC Hoofd. Veel gezinnen leven hier in de bijstand en moeten dus rondkomen van het minimum. Maar het is hier wel reuze gezellig. Ik heb gehoord wie er komen wonen, de familie Rolfink. Ja, ik ben ontzettend opgewonden. Ik was helemaal blij dat ik het hoorde. Weer even een lichtpuntje. Ik denk dat de Rolfinkjes hier wel gaan passen.
zullen zich ook wel aanpassen. En het is een hele leuke buurt. Het is een dorp, maar dicht bij de stad. Je hebt hier nog mensen die dus op de buren letten en ja, graag kennis willen maken met de nieuwe buren. Van mij mag je het een maandje proberen, maar ja, de meeste minima die leven dat niet voor een maandje, helaas. Een van de jongens heb ik dan dichtbij gezien en die vond ik wel behoorlijk knap, ja. Die Dave en die Donnie, oh heerlijk zeg. Ja, super. Ja, leuke jongens om te zien. Ze doen precies wat ze zelf zin in hebben en dat is wel typisch Amsterdams. Snijd je brood eten en dan gaan we meteen kijken. Okay. Ja. Rook jij nog steeds of ben je ook gestopt met roken buiten omdat je vegetarisch bent geworden? Nee, ja, ik ga proberen. Het zal sowieso minder worden. Misschien wordt dit wel mijn stopmoment. Denk het niet. Luister, Dries, maar ik krijg van mij geen geld voor sigaretten. Dat is echt achterlijk. Dat is ook een hele slechte investering. Een pakje sigaretten kost 8 euro. Ja, als ik nou moet roken. Als ik mijn proteïne shakes niet kan halen, krijg ik ook zijn sigaretten niet. Want hij heeft ook zijn dingen. Nee, en ik vind trouwens ook slechte eigenschap roken, dus dat komt mooi uit. Dan kan je er meteen mee stoppen. Ja, zullen we gaan? Ik ben echt benieuwd. Ja, zullen we wel even het vlees in de ijskast leggen? Nu gaan we de PC voor een maandje gedag zeggen. En dat, dat doet aan de ene kant pijn. Aan de andere kant voel ik iets moois aankomen. Heb je benzine? Heb ik ook. Tankpas bij je? Ik heb nog één keer getankt. Nog wel. Nou, dan gaan we weg uit de PC. Ja. Kijk nog maar even. Ja, kijk nog even goed. Dan die zie je in ieder geval niet meer terug. Blijkbaar ben jij nou heel blij, Dries. Ik was bang voor misschien de Bijlmer of ergens. Maar ook daar heb je geen geld op, pa. Je doet nou in één keer alsof je een paar honderd euro extra hebt meegepakt. Een tikkie beter gevonden. Ik had gehoopt op de Bijlmer, weet je. Ik heb daar toch nog een tijd op school gezeten. Oh ja, dat weet ik nog. Ja. Ik ben in slaap gevallen op mijn hand in het vliegtuig. En? Dan blijft hij slapen. Ja. Ja, tintelt hij de hele tijd, hè? Als je nou heel lang zo op je buik had gelegen, dan krijg je dus anderhalve week geen erectie meer. Omdat alles afgesloten is, hetzelfde verhaal. Tintelt wel lekker dan. Naarmate de eindbestemming dichterbij komt, wordt het toch iets stiller in de auto. Waar komen ze terecht? En zit de buurt wel te wachten op die zongebruinde luxe paardjes? Nou, dit moet hem zijn, jongens. Ja. Ja, dit is zo'n straatje waar je het over had. Ja, ik zie het ook staan. Zie je? Oh, die hele wanden zijn groen. Kijk dan. Welke wanden zijn groen? Hier. Beetje schimmel. Dan denk ik dat het hier op de hoek is. Het is een hoekhuisje. Ja, dit is hem. Oh, wat erg. Erg gezegd, we gaan kijken. Ik dacht dat jij het leuk vond. Zet je auto nou weg, want er kennen helemaal niemand meer langs. We hebben meteen bonje met de buren. Ja. Die kunnen we ons daar ook voor opgeven. Kijk wat de tuin dan gaat. Goed, matje ligt er nog wel in, hè? Kijk, Amsterdammetje. Oh, er staat helemaal niks. We mogen het allemaal zelf gaan halen. Oh. Helemaal niks. Als je op de bank ligt, dan lig je met je voet op het aardig leggen. Tuindorp Ozaan. Ja, dat zeker Tuindorp. Moet je eens kijken. We gaan hier niet meer weg. Wat moet je nou niet PC doen? Nou, wacht maar even tot je binnenkijkt. Geen centen, makker. Welcome in my new home. Kijk eens, een open keuken. Open keuken? Een open keuken, ja, dat begrijp ik. Ja, een open keuken. Morgens ontbijten buiten, in de achtertuin. Oh, kijk een gore boel. Goed wc'tje hoor. Meen je niet. We gaan wel een andere bril kopen hoor, jongens. Ja. We gaan wel echt investeren in een toiletbril. Ik wil wel een andere toiletbril. Je moet wel met de deur open zitten, anders kom je niet in. Dan steek ik mijn voeten steken uit. Oh, wat erg. Ik ga even een slaapkamer claimen. Kijk die trap, kijk die trap. Oh. Je moet even zijwaarts draaien. Wacht maar. Oh. En dat past hem, er moeten allemaal één persoons bedden. Ja, deze. Deze is voor ons. Waarom? Want de kast staat. Wat heb je hier dan? Zeezicht? Oh my god. Wat zullen we doen dan? Wij met z'n tweetjes in je handen? Het is allemaal een beetje klein. Maakt ja, jongens, wat jullie willen. Maakt mij wat uit. Zo! Dit valt echt mee, hè? We gaan erop vooruit. En, wat hoor ik meteen? De juiste. Ja, nee opa. Cantagni amore. Oh, die buurt wordt helemaal gekkie. Wat een galm, zeg. Van de buitenkant is het een ontzettend lief huisje. Maar als ik binnenkom, krijg ik een rode vlek en dan weet jij wel waarom. Oh, wat is het vies. Ik zeg dat we het hier wel gaan redden. Ja, jij? Nu eerste indruk, zeg ik. Oh, kijk, schimmel. Nee, maar dat is toch jouw ding? Je bent gek op schoonmaken. Natuurlijk ben ik gek op schoonmaken. Je bent gek op strijken. Je kan je hier helemaal uitleven. Ik kon alleen maar denken, wat is het vies hier, wat is het vies hier, wat is het vies hier, wat is het vies hier. In de tuin ligt het niet hier, hè? Nee. Kunnen leren, hè?
Ja, het is een beetje vies, maar het is niet. Ik had echt veel onkruid en zo verwacht. Je staat er nu even in, maar je weet het nog niet echt het besef dat je hier echt de hele maand gaat vertoeven. Ik denk dat ook wij het toch wel zwaar gaan krijgen. Wat denk jij? Voor je hele huis in te richten wat je krijgt? 10.000 euro. Voor het hele huis inrichten, hè? 8.000. Een bankstel. Kost 2.000. Het is niet goed. Oh, en mijn vader, die heeft totaal. Die denkt echt niet dat er een bank van 100 euro bestaat, hè? Nee, dat wordt kringlopen, joh, grap. Geloof mij nou. Schrijf op. Eerst het belangrijkste om te noteren is nu, denk ik. Schoonmaakartikelen kopen. Schoonmaakspullen ja. Heb ik al. Dave, Don en Dries komen over 2 dagen terug als jij alles schoongemaakt hebt. Schrijf op. Ja, ik ben toch echt niet goed. Wil je echt scheiden, moet je vooral zo door met me gaan. Maar als we nou stap voor stap het aanpakken... Tuurlijk, gaan we ook doen. Dan denk ik dat we als we 2-3 dagen verder zijn en ja. Je zit op een avond en het vaccinelichtje gaat aan en we hebben een glaasje wijn van de Lidl en een Melba-toosje wat doorbuigt, dan zeggen we hebben het voor elkaar. De roovinkjes gaan een maand de bijstand in. En dat valt niet mee als je smetvrees hebt. Hé, Honoria? Oh ja, dan moet echt een nieuwe wc-bril komen, hoor. Oh, daar ga ik echt niet op zitten. Oh. Ik gooi hem toch in de was? Oké, nou, laat maar hangen dan. Ah, jongens. Het moet allemaal nog even bezinken. Ja. We moeten dit gewoon heel rustig gaan opbouwen. En daarna heel snel afbreken. Televisie is dat punt. Ja. Hier een mooie lounge set. Wat erg. Komt u binnen? Wat is die binnen? Wat is die Julia? Wat erg. Wat erg. Jij gaat er alleen maar op vooruit. Ja. Het is gewoon nu groter. Inderdaad. Nou, ik moet je zeggen, dit vind ik helemaal geen slecht huis. En een huis met wc-zicht. Nou, dat is fantastisch, ja. Hey, maar jongens, wij komen jullie even, zeg maar... Een hart onder de riem steken. Het is 5 jaar geleden dat wij het gedaan hebben. Ja. We hebben ja. Nog wat geld over. Maar dit is de opdracht. Lees maar even voor, anders Dries. Ja. Kan je lezen of moet ik het doen? Dries? Ik heb alleen die Roy Orbison-bril. Roy Orbison-bril erbij. Beste familie Roving, de afgelopen vette jaren breekt voor jullie een magere maand aan. Binnenkort zullen jullie dit huis betrekken om een maand te wonen en te leven van een inkomen op bijstandsniveau. Jullie krijgen nu eenmalig 1000 euro voor het inrichten van dit lege huis. En daar moeten jullie alles voor kopen. Dat zijn 9000. We wensen jullie veel succes, Geer en Goor. Luister jongens. Voor die 1000 euro moet dus alles gebeuren, hè? Dus van bestek, de borden, je banken, je gordijnen, toiletpapier, zeep, alles ook om te wassen als je een bordelen kleren zou. Gastendoekjes, van de vliering tot de kelder. Ja, dat is met dat rekenen. Wij hebben op een gegeven moment een baantje moeten zoeken erbij, ja, met camera. Centraal station. Ja, de tegels zijn nog warm van jou. Jullie deden iets voor de oudjes toch, in dat programma? Ja, daarom zijn we hier voor jou. We hebben wel echt de instelling om het echt te gaan proberen. En als het niet lukt, dan pin ik een paar roodjes. Dus ik laat jullie het huis even zien. Hey, Dries' kamer wordt dit. Dit is de kleedkamer van Dries. Ja, ja. De loopkast. Maar je hebt wel je cv bij je, zie ik. Ja. Er staat ook niks op. Jullie slapen met z'n tweeën, neem ik aan, hier, met z'n tweetjes. Ja, stapelbed gaan we kijken. Oh. Nou, Corrie, doe dat nou niet, joh. Dit mag niet. Jongen. Nee, dit mag niet. Nee, dit is niet. Dat stond in het. Oh, hij breekt de hele boel af. Oh. Oh. Dag, Matthijs. En tot ziens. Nou, dit is nog niet eens zo verkeerd. Nou, dit vind ik dus niet verkeerd. Gezellig. Maar jongens, luister eens. Met een of andere afterparty. Jij neemt nog wel eens ergens een klokje mee of zo. Dat moeten jullie er toch doorheen komen. Jullie komen er echt wel doorheen. En laat even zien wat ik. Daar is hij allergisch voor geworden, hoor. Ik kan hem ook als klamboel gebruiken, Dave. Ja, ik zou hem gewoon lekker ophangen weer, jongens. We hebben meteen het vliegengordijn. Oh. Jongens, wie hebt er trek in een bakje koffie? Het is geen champagne, maar heel veel succes komende maand. Oh, jongens. Ja, het zal wel afzien worden, hoor. Ja, echt. Zeker wel. Maar dan leer je ook weer een beetje te relativeren, hè? Jullie hebben je er echt aan gehouden.
ook niet stiekem nee. het nachtleven nee, dat mocht in? Niet. Nee, want wij hebben één keer, dat zal ik je vertellen, daar zijn we echt door de mantel van. Wij zaten smiddags bij Live in Cooking of Live for You. We hebben de hele keuken leeg gevreten. We hebben alles leeg gevreten. We hebben alles meegenomen uit die koelkast. Ja. Want je gaat stelen, dat is gewoon... Ja. Nou, dat ken je. Ja, dat ken je. Hey. Hey. Twee weken zaten we al mis. Dan zijn we in de kapsalon gaan werken om geld bij te verdienen. Ja, oh, dat mag. Je mag wel een baantje doen, maar het moet wel zichtbaar zijn voor de camera. Mm. Dus als jij natuurlijk een bedrag krijgt voor je optreden, dat telt natuurlijk. Nee. Die twee tientjes heb je niks. Nee. Goed, we gaan het niet over gages hebben, want dan valt iedereen zo direct flauw hier onder tafel. Maar alleen voor dit gesprek heb ik Gordon en ik al ieder 10 ruggen gekregen. Dus heel veel plezier. Jij krijgt het zwaarste, schat. Ja, hoe het huis eruit ziet, ik heb al gooie vlekken en jeuk. Ja, hè? Maar je kan schurft oplopen hier, dat heb ik ook gehad. Dat heb je nog, zo te zien. Wanneer ga je weg? Nou, schat. Oké, jongens. Dries, het ga je goed, jongen. Ik kom zeker even langs. Met een hele knappe fles wijn. Hé, jongens, zet hem op. Succes, hè. Doei, jongens. Nou, ik vind het echt een hartstikke leuk huis. Ik vind het ook een leuk huis. En het kunstgras, het past helemaal bij Dries. Ja. Andromedasstraat, Tuindorp Oostzaan, leuk. Maar ik ben zo blij dat ik het niet hoef te doen. Als ik heel eerlijk ben... Ik gil ook naar huis. Hup. Geer en Goor scheuren met piepende banden en uiteraard ieder in hun eigen bolide de wijk uit. En ook Dries en Honoria verlaten Tuindorp voor een bezoek aan Stichting Kinderen van de Voedselbank. Het goede doel waar de Roelvinkjes zich de komende maand voor gaan inzetten. Goedemiddag, Mirella Mulder. Honoria. Hallo. Dries Roelvink. Hi. Hoi. Hey, Dries. Goeiedag. Hey man. Dries Roelvink. Hallo. Welkom bij onze stichting. Ja. Wat doen jullie precies hier? Nou, wij stellen hier een kledingpakket samen voor kinderen die zijn aangesloten bij de Voedselbank. 1 op de 9 kinderen groeit op onder de armoedegrens. En dan heb je het over zo'n 432.000 kinderen in Nederland. Maar waarvan er 40.000 kinderen zo dusdanig onder de armoedegrens... dat ze bij een voedselbank zijn aangesloten. En we geven als enige organisatie dan kledingpakketten uit... voorzien van nieuwe artikelen. Alleen voor kinderen? Ja, de leeftijdscategorie van 0 tot en met jongvolwassenen 16, 17, 18 jaar. Mijn kinderen hebben het altijd in principe heel goed gehad. En dan kom je erachter dat er 1 op de 9 kinderen problemen heeft met hele simpele dingen, als misschien eens een paar nieuwe gimpen krijgen. En ik had geen enig besef dat dit in Nederland zoveel voorkomt. Voor Nederlandse begrippen en maatstaven hebben we echt absoluut de nodige problemen in ons eigen land. Wat me zo aanspreekt aan dit doel is dat je kinderen helpt. En dat we ook een vorm van eigenwaarde terug kunnen geven en dat ze op school niet worden gepest, wat je tegenwoordig ook heel veel hoort. Maurice en Mirella kunnen hun goede werk verrichten dankzij een heel team van enthousiaste vrijwilligers met 1 gezamenlijk doel. Ieder kind voorzien van een speciaal op maat gemaakt pakket vol nieuwe spullen. Zou je me eens kunnen laten zien hoe wij jullie kunnen helpen? Ja, loop maar mee. Het is een klein magazijn. Zoals je ziet hebben we natuurlijk heel veel artikelen. Maar ja, wat we erin missen, dat zijn de artikelen voor de wat oudere kinderen. De leeftijdscategorie 13, 14, 15, 16 jaar. Met name schoenen, speelgoed en dat soort artikelen. En ja, zeker voor ons magazijn, want die moeten we altijd lenen van de buurman. Zouden we wel een heftruck kunnen gebruiken? Nou, een heftruck kan ik me wel voorstellen, want ik zou niet weten hoe je hierbij... Nee. Nou ja, wij hebben ook een netwerk, Dave en Don ook. En wij gaan bedrijven benaderen. Ik ga beginnen in mijn eigen kennissenkring. En dan komt er echt wel iets op gang, hoor. Super. Dankjewel voor je komst. Dat gaan we ook even doen. Hè? Ik voel hoe we hem kunnen helpen. En we gaan hem helpen. Ja. Dave en Donnie weten nog niet dat er gezocht moet worden naar een heftruck, maar wel dat ze hun eigen luxe bak moeten inleveren. Ze hebben een klein budget meegekregen voor een vervangende auto. Hey vriend. Yo. Een auto. Dit is wel echt het mooie moment om papa ook even lekker te rellen. Want we gaan natuurlijk echt zo'n goedkoop kutautootje. Dat vindt hij helemaal niks natuurlijk. Hij voelt zich natuurlijk helemaal weer voor lul staan. De allerlelijkste. Ja. Gewoon, we moeten ook gewoon een hele lelijke kleur kiezen of zo. Geel. Ja, geel natuurlijk. Is wel toepasselijk. Misschien gaat hij het zo erg vinden dat hij zegt, nou, dan ga ik niet meer rijden. Er moet nog net de APK op zitten. Ja. Meer hoeft er niet op te zitten. En een stuur. En hij heeft zo rechtstreeks de gevel door straks in Tuindorp. Met dit lage eisenpakket in gedachten zijn de mannen uiteindelijk terechtgekomen in IJmuiden. En ze hebben hun droomauto meteen op de korrel. Nu alleen nog even afdingen. Zo, jij links, ik rechts? Ja. Welke wil jij? Die, hè? Neem ik deze wel. Goedemiddag. Hallo. Hi, Therese. Hi, Donnie. Hi, Therese. Alles goed? Lekker met jullie ook? Ja, wij zijn op zoek naar een autootje. Nou, dit zijn de perfecte auto's voor jullie, denk ik. Denk het wel, hè? Ik denk dat dit wel iets is wat jullie zoeken. Gaan we naast zitten. Verkocht. Nou, wat kost die? Nou, deze auto komt rond een ton. Wij hebben 650 euro.
Nou, dan denk ik dat, dat dit niet de geschikte auto is voor jullie. Nee, dan moeten we echt eventjes ergens anders gaan kijken. Ik loop met je mee, schat. Gaan we doen. Wat vind je van dit ding dan, Dave? Ja, weet je wat het top is? Als je hier een stoppie mee doet, dat je volgens op de rem gaat, dan rol je zo door. Ja, achterop. Honoria op het dak. Een paar voorop. Wat kost deze mevrouw? Die zit rond 4000 euro. Te duur. Dus helaas. Laat maar. Ja, goeiedag. Hey Dave. Ben. Hey, Donnie. Hoi. Wij hebben 6,5 meijer. En daar moeten we het mee doen. Dan ga je in de Ferrari zitten. Ik heb net eentje binnengekregen, ik ga erop oprijden. Ik vind dit eigenlijk te mooi, moet ik zeggen. Ik wil het lelijkste wat je hebt staan. Vader die dacht dat hij 9000 kreeg voor de inrichting voor de woning. Dus ik denk dat hij denkt dat we een halve ton hebben voor een auto meegekregen. Dat denk ik. Ondertussen staat het nieuwe huis in de Andromedastraat nog steeds leeg. De Roelvinkjes hebben 1000 euro gekregen voor de inrichting. En daar moet werkelijk alles van gekocht worden. Nou, dan gaan we meubels kopen, schat. Ja, we gaan naar de meubelboulevard. Oh nee, het was de Kringloop. Dus Kringloop wil zeggen? Dat het al een keer gebruikt is. Het zijn gebruikte goederen. Maar waarom is dat dan Kringloop? Dat weet ik ook niet. In ieder geval nu maar kijken voor een bank. Ja. Zeg maar een eettafel. Ja, we moeten ook nog een bed hebben, hè? Oh ja. Matrassen. Ik val van de ene verbazing in de andere nu. Tweedehands matras. Ja. Wie weet wat er allemaal op gebeurd is. Dries! En dan moeten wij er nog op gaan liggen. Oh. Dries, hou op. Nou, daar zijn we dan, schat. De Kringloopwinkel. En de koffie is gratis. Zo. Het ziet er nog netjes uit, hè? Helaas, dat is een beetje bang die we vroeger hadden. Inderdaad, zeg. Ja, maar wat wij uitzoeken is veel te duur, Dries. Waarom? 145 euro. 145 mag je toch voor een bank wel uitgeven? Maar we kijken verder. Oh, hier staan er nog veel meer. Nee? Weet je dat Dave deze het mooiste vindt? Ja, weet ik. Ja, dat bloemetjesgordijn. Is daarvan een beetje wat in een woonwagen ook zou kunnen staan en zo? Dat is maar 65 euro. Helemaal niet gek, hoor. Ik ga voor deze. Waar ga jij dan voor? Ja, voor die een die we niet kunnen betalen. Heb je gezien hoe die eruit ziet? Dat is vies. Dries, het is vies. Ja, dat vind ik wel Noria. Dat is typisch een vrouwendingetje. Die wil dan alles 100 keer bekijken. Ik ben meer van, vind je het leuk, ja of nee? Dan kopen we hem. En vind je hem niet leuk, dan kopen we hem ook. Bij het witte bankstel, die witte tafel, eventueel. Nou zeg, vind je het heel erg. Kijk, je moet niet zo'n grote lap van een eettafel hebben daar. In die kleine kamer. Dit kan toch op, dit is... Zie jij hem beter? Nee, ik heb me maar overgegeven. Ik denk, laat maar gaan. We gaan voor die bloemetjesbank en voor dat tafeltje met die 4 stoelen. Het is echt van de gatten. Maar oké, ik wil natuurlijk een beetje hoe mijn eigen huis eruit ziet. Maar dat kan gewoon niet. Dus ik leg me er maar compleet bij neer vandaag. Geweldig. Dit is prachtig. Dus dat is 2 keer 15 euro. Heb je het belangrijkste? Nee, je moet nog een bed. Voor de jongens en voor ons. Ik wil een stapelbed voor ze. Dat willen ze zelf ook. Is dit een stapelbed? Ja, kijk, dit is een stapelbed. Kijk, want hier is een trappetje. Stapelbed. Top. Het is een beetje gammel. Er zit overal wel een vlekje op. En ja, je moet gewoon een knop omzetten. Hoeveel was het alles? 650 euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 alstublieft. Dank je wel. Nou ja, het meeste hebben we nu, hè? Nou ja, het meeste. Nou, luister, 6,50. Er moet ook nog een televisie komen. En schoonmaakmiddelen. Ja. En bestek en alles, ja. Het valt toch tegen, hoor, Dries. Ik vind dat het echt tegenvalt. De Roelvinkjes hebben even geen cent te makken. Dave en Donnie jagen op een betaalbaar bakkie. Ik zou zeggen, ga maar vast eventjes kijken. En hij mag vooral niet mooi zijn. Hier zit niet eens een raam meer in. Ja, we moeten wel een raam hebben. Ja, je wilt hem niet te knap hebben en als er een raam uit is, dan hier. Ja, dat is ijskoud, grap. Ja, maar dat is toch lachen juist. Dit is echt zo'n hoeptier. Dingetje, hoor, ja. Deze is mooi. Dit is een gangsterauto, grap. Een mooie koperen kleur. Radio is er wel uitgejat, zie ik. Heb een oud omaatje ingereden. Ja. Maar dat hoor je wel vaker, dat denk ik. Dat is allemaal, ja. Ja, dat bedoel ik. Hij heeft altijd binnen gestaan, in ieder geval de laatste paar dagen. Ja, we lieten ons niet kisten door Ben natuurlijk. We gingen even afdingen. Daar is hij goed in, hoor, afdingen. Heeft hij van mijn oma. Ook een duik hier. Ben, hier. Moet je eens kijken. Je hele voorkant ligt er bijna uit, Ben. En de antenne staat ook helemaal scheef. Moet je nou kijken. God, ik kan leren. Moet je nou kijken, die hele zijkant die zit zo, staat helemaal krom. En die deur? Ja, die zijn helemaal goed, hè? 6,5. Geef me een hand. 700. Ja, dat heb ik niet. We hebben 6,5. Meer heb ik niet. Ja, doe maar, want je hebt nou toch... Hoppa! Oh, God.
Benny, bedankt. Ik hoop dat Benny, je... bedankt. Ik hoop dat je bij pech staat met die gekke capriole op de jongen. Zelletje taag. Mogen wij misschien even één blokje proberen? Tuurlijk. Eerst kopen en dan pas een proefrit op de parkeerplaats. Zakelijk gezien geen slimme volgorde, maar vooruit. Oh, Dave, kijk! Dave, kijk uit het hek! Gas erop en gaan met die koperkleurige banaan. Ik heb wel veel meegemaakt, maar dit... Duisterig spreken die rem af. Verkocht! Goed! Maar maak mensen alleen gouden occasies. Oh, Ben. Neem maar alsjeblieft mee. Als hij schaald is, dan weet ik het niet. Nee. Zo. Hey, maar dan krijg je er ook een. Kom maar. Zo, hapsakee. Zo ben ik ook weer. Ik vind dat. Dat doet me zeer ook om mijn knie. Maar ja, het is niet anders. Ja, ik heb nog nooit zo'n auto verkocht. Maar ja, het eind... Hij moet de eerste zijn, zullen we maar zeggen. We hebben een nieuwe auto. Mooi, hè? Die Ben die wou op het laatst ook even een trap aan die auto geven. Die heeft geloof ik zijn knieschijf eruit geknikt met zijn knietje. Ik weet zo zijn poten. Dries en Honoria hebben al €650 kapotgeslagen in de kringloopwinkel. De resterende €350 van het inrichtingsbudget moet net voldoende zijn voor de bestrijding van de smetvrees van Honoria. Kijk, hier hebben we de schoonmaakmiddelen, Dries. Hier moeten we sowieso halen. Is dit allemaal zo? Even kijken. Stond ook geen toiletborstel, hè? Niet toilet, hè? Nee. Deze gewoon doen? Heb je nog voorkeur van toiletborstel dan? Ja, ik vind... Nou, weet je wat? Deze keus laat ik aan jou dan. Wat nodig? Hoe duur kost die? €7,95. Oké, goed. Maar Dries, je hebt maar één pan. Zou je, niet, je moet er een pan meer hebben, of niet? We beginnen met één pan. Ja, één pan in huis, dat kan toch niet? Doe even normaal. Eén pansgerechten, dat kan. Kijk, en hier heb je ook bestek, dat moeten we ook hebben. 16 persoons bestek. 16 personen? Zo'n doosje? Ja, maar ja, je gebruikt er iedere dag bestek en ik weet het niet... €6. Tikt aan, hoor. 16 delig bestek. Oh, het is 16 delen. Dan is het goed, voor 4 personen. Ja. 3, 4. Visite willen we niet. Ja, maar je krijgt wel visite, Dries. Meen je dat? Hebben we dan aan 4 koppen genoeg? We zijn met z'n vieren. Ja, maar dat houdt dus in dat je iedere dag je kop moet omwassen. Kijk, schat, nou heb ik toch een wit tafelkleed gevonden. Ja? En dan heb ik toch een beetje het idee dat we in een leuk restaurantje zitten te eten. Wit ingedekt. Maar luister eens, wat kostte dat? 89 cent. Oh, gooi erin, gooi erin. Ja, die lage prijsjes bevallen prima en de kar zit dan ook al snel vol. Kijk, ik heb ook nog even 4 handschoenen meegenomen. Gele, goede kleur. Kunnen jullie allemaal mooi me helpen? Oké. €100,35, alsjeblieft. Het neemt me €40,65. Dank je. Ja, graag. Oké, dankjewel. Fijne dag nog. Yes. Mannen. Ja? Och, kijk, daar hebben we Duo Pinocchio in de bocht. Ja. Hey, ik heb jou nog nooit in je leven met een tas van de Action in je handen gezien. Nee, ga je ook maar één keer zien. Nou, je wil niet weten wat voor bank je heeft gekocht? Geblonde stoffen bank met rozen erop. We hebben een auto gekocht. Heb je hem al gekocht nu? Ja. Wat voor iets? We hebben hem net al gekocht. Wat voor iets? Wat voor auto? Nee, wil jij niet weten. Wat voor auto? Wat voor merk? Weet je wat we alleen wel zijn vergeten? Gordijnen. Nee. Die heb je nog helemaal met je opstaanmeter. We kunnen toch niet slapen hier met het licht? We gaan nog een keer terug. Alsjeblieft. Wat is dit? Ja. Je denkt dus zeker niet dat ik in mijn eentje het huis ga poetsen. Dat begrijp je toch wel, hè? Luister. Deze doek, daar droog je het mee af. Met deze doek maak je het nat. Je moet even naar de buurvrouw lopen en vragen of je haar stofzuiger mag lenen. Dag, buurf. Dag, buurman. Ik had een vraagje. We zijn aan het opruimen. Ja. Alleen, we hebben geen stofzuiger. Een stofzuiger. Zou ik die van jou mogen lenen, alsjeblieft? Ja, ga ik gewoon pakken. Je bent een topper. Kijk eens. Dankjewel, lieverd. Kom zo terugbrengen, succes. Ja? Dankjewel, schat. Doei, doei. Door! Dave, als jij nou even gaat stofzuigen... Gaan wij naar boven? Gaan wij boven werken. Ja. Nou, dan gaat het echt beginnen, hè, pa? Ja, ja. Nu staan we gewoon hier in onze nieuwe badkamer. Dit was precies de eerste keer dat ik een dweil in een emmer liet zakken.
Het is schandalig genoeg, maar het is echt waar. Kijk, en als wij nou rustig aandoen, des te meer moeten Honoria en Dave doen. Dus wij doen rustig. Waarom gingen wij naar boven ook, hè? Dat noemden wij vroeger lijn trekken. Jouw manier van schoonmaken bevalt me wel, pa. Kijk, wat ik nou een vies idee vind, is dat je nou op zo'n vloer moet staan waar andere mensen gedoucht hebben en die een beetje plakkerig aanvoelt nog. Misschien heb er eentje in die douche staan zeiken of zo. Hou je van Linda Blake? Kijk, dan gooi je de hele vloer. Nee, ik zou even beginnen bij de douche. Ah, wat stinkt het hier? Met de douchevloer, ja, dat komt door die afvoer. Kijk, hij mag helemaal vol, weet. Ja, kijk uit, hè. Ja, en de muren ook even. Zit die in? Niet het plafond, niet het plafond. Wat een hele fles voor een vierkante meter, meen je dat? Dat kost een godsvermogen. Pas op met het bleek op je schoenen. Oh, wat een lucht. Ja, zie je, zeiklucht. Wat zeg, oh, wat zeg ik je? Wat een zeiklucht. We gaan mee. Wat zijn jullie aan het doen, man? Zo. Goed zo, ja. Inschrobben met een trekker. Hey, jongens, voorzichtig met die kleren. Je zit er niet goed, Dries. Gijs, moet je goede goed wegstaan. Hij staat in zijn overhemd, staat hij hier alles schoon te maken. Hij is toch ook niet goed? Kom op. Je kan je schoenen weggooien en jij ook, Dries. Ja? Jezus, jongens, het lijkt wel een glowbad zo vies. Oh, benauwd. Ik ga beneden door. Mijn nieuwe schoenen? Ja, maar ja, dat ben je toch niet goed? Ik haal er even een doekje over dan. Kijken of je nog weg kunt krijgen. Nee, er wordt niks meer. Ik heb nog een fles bleek nodig. Nee, ik heb maar twee flessen bleek, Dave. Dat kan niet. Fles bleek nee, voor 4 dat euro. Kan niet, Dave. Je bent niet goed. Aan het einde van de week zijn we al onze centen op, omdat jij niet eens een fles bleek even goed kan verdelen. Mafkees. Is dat niet normaal, dit? Het beste lijkt mij als we op een gegeven moment ertussen uitsnikken. En Honoria even een uurtje. Want dat doet ze thuis ook. Dan ga ik altijd weg. Neem ik een glaasje champagne en dan bel ik er na 3 uurtjes. Ik zeg, hoe sta je ervoor? Ja, ik heb het huis bijna schoon. Ik zou, dan kom ik over een uur. Dat is het beste. We nemen die uitgang. Ja. Het is helemaal de ding. Het is een soort hobby. Strijken en poetsen, dat is een van de redenen, dat hoort ze nou toch niet, dat ik met haar getrouwd ben. Dus dan laten we haar nu ook lekker de dingetje doen. Het geheim van dit goede huwelijk is natuurlijk dat Honoria stiekem met Dries getrouwd is, omdat hij zo vaak het huis uit is. Kan zij lekker in alle rust doen wat ze het liefste doet, de boel aan kant maken, zodat haar mannen straks thuiskomen in een brandschoon huis. Dat misschien deze keer iets te veel naar chloor ruikt, maar ja, het is even niet anders. Voordat de rolvinkjes zich onderdompelen in een wereld vol blikvoer, mogen ze nog één keer schaamteloos genieten. Dat is een mooi geluid. En dat zullen we een hele tijd niet meer horen, schat. Nee. Proost. Proost. Op onze nieuwe omgeving. Op ons nieuwe huis. Dankjewel. Dank je. En mij lijkt het nou een uitdaging om te proberen om elke dag toch een lekkere maaltijd te maken. Voor. Ja. Een tientje of voor, ja, weet ik, misschien voor nog iets minder. Ja, maar jij kookt bij ons, dus ja, dat is... normaal als ik kook, dan weet je zelf wel, dan haal ik wel eens boodschappen. En dan denk ik, god, ik heb bij elkaar voor 80 euro boodschappen gekocht. Ja. Ik kan net zo goed in een restaurantje gaan eten. Klopt. Maar nu ga ik dat dus helemaal proberen te minimaliseren. Ken jij mensen die van een minimum moeten leven? Nee, ik ken niemand die van een minimum... Niemand? Nee, niemand. Ik ook niet. Maar dan denk ik dat we er binnenkort wel een aantal gaan leren kennen. Ze zullen ons missen hier. Wat zullen we geld overhouden? En dat niet alleen. Misschien val ik ook wel af. Want hoe vaak gaan wij per week uit eten, als je heel eerlijk bent? 4, 5 keer. Ja, moet je nagaan. En we zitten 7 dagen in de week. Kijk, ik rook niet. Nee, dat is waar. Ik ben niet iemand van drugs of een pilletje of... dit is mijn ding. Ja. Nou, dus ik ben van sporten, zingen en mooie restaurants. Dus ik heb 3 dingen. Dus ja, het wordt afzien, schat. Laten we daar nou op proosten. Ja. Op de komende maand, dat we ons er goed doorheen slaan. We gaan ervoor. Cheers. Volgende week laten de rolvinkjes alles achter. Voor bijna niets. Kijk nou uit. Dit moet niet gebeuren als ik bovenop lig, hoor. Ah, die douche die is echt vreselijk. Je hebt 2 keuzes. Of je verbrandt of je bevriest. Ja. Jullie weten dat ik af en toe een beetje een boefie kan zijn. Maar dit keer is het veel te ver gegaan. Hij zat met veel te veel alcohol op achter het stuur. Ja, ik kan niet meer zeggen als sorry. En dat ik beloof dat ik echt opgelet heb. Je ziet gewoon dat je mensen onnodig bezorgd maakt. Het is aan mij om nu te bewijzen dat ik deze fout niet meer ga maken. En gewoon probeer nu met de familie deze maand ook misschien wel een beetje aan mezelf te gaan werken. Kunnen de rolvinkjes het verschil maken voor de kinderen van de voedselbank en zichzelf? Tot volgende week.